Het Voornecrossfestival van de plattelandsjongeren Voorne vond dit weekend aan de Naterse dijk in Rokanje plaats. Bezoekers konden genieten van de boeren Brommercross en grasmaaiers die meededen aan het NK gazonmaaien racen. Ze doen niet meer maaien, maar het is gewoon opgevoerde motoren zijn het. En die rijden in drie klasses reizen rond. En de hoogste klassen, zeg maar, die halen een snelheid van 80 tot 100 km per uur. Het zijn gewoon gazonmaaiers die dadelijk 100 km per uur over het parcours heen scheuren eigenlijk. Ja, glijden inderdaad. Net ging er nog eentje op twee wielen, op twee achterwielen door de bocht heen. Ja, het is hartstikke leuk om te zien. Ik heb u niks in Nederland, wat ik zojuist al heb verteld. Een gedeelte van het publiek die ja, ken ik persoonlijk of daar weet ik de naam wel van of mensen kennen mij. En ja, het moment dat je de baan oprijdt, mensen zwaaien, mensen fluiten, mensen, het is gewoon, zijn enthousiast en het, ja, dat moedig je alleen maar aan. Dat geeft een zo'n dusdanige adrenaline dat je, ja, het is onbeschrijfelijk. Toch kikken? Toch? Daar krijg je hier kippenvel van als ze voorbij rijden. Hier krijg ik kippenvel van, ja, absoluut, absoluut. En waarom dan? Ja. Spanning, hoop dat er eentje eruit vliegt. Ja, dat hoop je altijd natuurlijk, toch? Toch wel een klein ongelukje. Ja, een kleintje dan, hè. Voor zover ik de geschiedenisboeken weet, is het begonnen uit een gekkigheidje. Het is ontstaan ergens bij een autocross. Op een avond dat ze zeggen van ja, we kennen over die baan ook met een grasmaaiertje rijden. Het jaar erop waren de grasmaaiers sneller en die zijn nog sneller geworden. Mensen vonden het nog leuker en uiteindelijk is daar gewoon de sport uit voortbestaan. En op dit moment is het gewoon een dusdanige serieuze sport aan het worden. Dat er echt wel gewoon, ze zijn echt fanatiek. Er is een echte grote concurrentie. En dit is een echt NK ook, hè? Ja, het is een officiële wedstrijd die echt meedoet aan het Nederlands kampioenschap. Met iedereen of zo, wat gaan drinken. Maar, en een beetje meekijken dat wel, maar ik ben hier niet speciaal voor de race. Dan gaan we gele vlag. Niet zo dat je denkt van ja, ik wil dat hij gaat winnen. Ik zou niet eens weten wie er rijden.